Let op, u staat op het punt om een groep drugsdealers te zien die jaarlijks verantwoordelijk zijn voor zo'n 20.000 doden. Deze mensen zien er toch niet uit als criminele drugsdealers? Nee? Nou, let maar eens op en bekijk onze film. Dames en heren, we hebben de allerbeste drugs ter wereld. Weet iemand nog een ander voordeel? Onze drugs is legaal. Ons product ziet er heel cool uit. Nou, ons product is heel erg verslavend. Ons product is bijna overal te koop. Juist, dat is een heel goed punt. Veel van onze dierbare klanten moeten een klein prijs betalen. Namelijk de dood. Oh, ik snap het. We moeten op zoek naar vervangende rokers. Precies. En daarom hebben we een nieuwe strategie. Loop eventjes mee. We gaan ons richten op een jongere doelgroep. Maar in artikel 33 in het kinderrechtenverdrag staat dat het helemaal niet mag. Oh, je bedoelt de bescherming tegen drugs? Ja, dat is misschien wel een probleem. Alsof we ons daar druk over gaan maken. Dus de beste rokers zijn jonge rokers. En zo is het! Het plan was om kleine groepjes sigarettenverkopers door heel Nederland op zoek te laten gaan naar nieuwe jonge rokers. Luister, ik heb onderzoek gedaan en hierboven is een heel groot schoolplein. Ja, maar wat is ons plan dan? We moeten kijken naar de meest populaire kinderen. Oké, dus die gaan we benaderen en die geven een sigaret? Ja, precies. Wat zei hij tegen de andere hij? Hij, hij. Dat mag best goed ooit. Je wil altijd goede grappen. Volgens mij is die kleine mannetje wel de populaire. Hé, hey, wie zijn dat op de achtergrond? Vraag me af wat die gasten nou over van ons moeten. Ja. Kunnen we even een babbeltje maken? We hebben wel wat leuks te vinden. Hey, we houden jullie al een tijdje in de gaten en het is wel eens opgevallen bij jullie. Jullie zijn namelijk super toffe kinderen. En daarom hebben we iets heel speciaals voor jullie. Oh, wat is het? Wat is het? Wat is het? Het is gewoon een sigaret. Een sigaret? Maar het is niet zomaar een sigaret, kinderen, maar een hele bijzondere. Weet je wat? Ik laat het doosje gewoon bij jullie en mogen jullie zelf kijken wat jullie mee gaan doen. Ja, maar hij ruikt best wel lekker eigenlijk. Ja, maar het blijft wel slecht. Ja, maar ze zeiden toch dat er niks slecht in zou zitten? Zoals nicotine of zo. Nou, ik weet het niet echt hoor. Ik denk dat ik het niet ga proberen. Ik ga het niet proberen. Voor mij is er niks hoor. Nou, ik hoef het ook niet hoor. Ja, ik wil het wel proberen hoor. Mijn broer heeft ook wel eens een keer gerookt. Ja, zullen wij dan kijken of we hem ergens kunnen aansteken? Oké, is goed. De sigarettenverkopers wisten dat een ervaring met roken en nicotine op die jonge leeftijd ervoor zorgt dat ze deze nooit vergeten. Later proberen te stoppen met roken is bijna onmogelijk. En dan, 40 jaar later, eindigen die rokers hier. Gaat het met je? Oh, ik voel me zo slecht. We hadden echt nooit moeten beginnen met roken. Ik ga voor jullie specialist halen. Ik voel aan mijn longen. Oh, ik voel me zo slecht aan mijn longen. Je bent toch ooit gestopt met roken? Elke keer moest ik denken aan die eerste sigaret. En toen begon ik weer te roken. Ik heb zelf ook last van. Hier is de patiënt. Raak hem niet aan. Jullie moeten eventjes de operatiekamer verlaten. Ja, maar meneer. We moeten gelijk beginnen met bloed afnemen eerst. Dus als je dat mag prikken. Oh, kom maar. Ik zit te kijken, maar het is zo erg uitgezaaid, die teer. Mag ik het zien?
Dit lukt echt ja, niet. Ja, oké, we gaan hem niet meer kunnen redden. We moeten opschieten. We moeten denk ik wel opschieten. Eerst even zijn hartslag meten. Meneer bekijken. Oké, meneer. Snel. Laten we hem checken. We moeten hem checken. Hartslag. Hier, yes, zuurstof. Geef hem zuurstof. En hij is dood. Nee! Nee. Het gaat niet meer lukken. We kunnen hem niet meer redden. Nee, het is ons deze keer niet gelukt. Dit komt allemaal door dat roken. Wat roken eigenlijk met je kan doen? Ja, dit is al de 30ste van de maand. Zoveel? Ja. Kijk maar naar hem, hè. Oké, Nink. Je moet niet lachen. Niet in de camera kijken. Hè? Wat was het nou? Ons product ziet er heel cool uit. Jongens. Ons product... Zo. Lilian. Oké, kom. Ja? Ons product is bijna... Wow, yo. Oh, ik snap het. We moeten... Oh, nee. Ja? Luister. 2, 1, actie! Hé, hey, wie zijn die gasten dan? Ja, niet oh, shit! Tegen die ja? Oké. Ja, maar ze zeiden toch dat er niks slechts in zou zijn? Zitten. Ja. Nou, niet hoor. Dat er niks slechts in zou. Hoe gaat het met je? Dat is een hele verkeerde beslissing geweest. Oké, rustig, zuurstof, ga even hartslag. Ja, zij is aan het lachen. We hebben hem nog geprobeerd te redden. Niet te lachen. Oké. Hallo. Hi. Ik ben even Ja, ik kijk naar mij. Dus ik kijk alleen naar mij. Ja. Dus doen we nog.